gaat proberen 25 wereldsterren een box te geven. De enige regel is dat ik mijn idool Mr. Beast een box moet geven. En dan nu de eerste box. Oh, ik heb nog nooit een box zo spannend gevonden. De mensen die we in deze video een box gaan geven zijn heel bekend, waardoor het nog wel eens echt lastig kan gaan worden. Dus begonnen we bij een filmpremière waar Rico Verhoeven en Kwebbelkop zouden zijn. Kijk, hij staat hier dus achter. Het is echt spannend. Ja, ik wil je even een box geven. That's it? Ja, that's it. Dankjewel, dat was het. Ja, hartstikke bedankt. Abonneer, yes. Subscribe. Wow, dankjewel, dat was hem. Hartstikke bedankt. Oké, we hebben hier nu twee mensen een box gegeven, dat is wel, ja, goed. Eerst probeerde ik nog de koning en Louis Tomlinson van One Direction een box te geven. Na een kleine plaspauze had ik zelfs contact met Louis. Ja, hij zwaaide. Hij kijkt ons aan. Maar helaas geen box, dus zijn we maar in het vliegtuig gestapt en helemaal naar Amerika gevlogen om het daar maar eens te gaan proberen. We zijn nu bij VidCon, het grootste YouTube-event van de wereld. En hier lopen heel veel wereldsterren rond. Heel veel mensen kunnen hier gewoon bekend zijn, maar ik heb geen idee wie iedereen is. Misschien is hij wel bekend. Naast grote YouTubers zoals Eric en Tommy in het loop hier ook de grootste TikTokkers rond, zoals Charlie D'Amelio en Kaby Lame. Wie hoopt hier een box te geven? Jimmy Donaldson. Daar heeft Jesper helemaal gelijk in, want Mr. Beast is hier ook gewoon. En we hebben oprecht nog kans ook, want morgen heeft hij een lezing waar we heen kunnen gaan. Maar eerst kwamen we al meteen zelfs tegen. Hij heeft 1 miljoen abonnees gewonnen in de challenge van Mr. Beast en heeft zelf nu al meer dan 3,5 miljoen abonnees. Hi. Nice to meet you. Can I give you a fist bump? A fist bump? Yeah. Of course. Okay. Yes, thank you. Yeah. Do you want to sign a plaque? I'm doing something very similar. Okay. Mijn handtekening zet op een gouden play button. Heck yes, dude. Subscribe to Creeple, guys. What are you waiting for? And get yourself a sandwich. Okay. Het bleek dus dat zelfs deze playbutton in zijn video aan Mr. Beast heeft gegeven. Besef dus dat mijn handtekening in de studio van Mr. Beast hangt. Dat is tenminste al iets, maar nu nog een box. En na nog een uurtje rond te lopen kwamen we weer iemand tegen. Jongens, jongens, ik zag net Eric lopen. Eric, can I give you a quick fist bump? Come on. Yeah. Of course. Okay, thank you. Huh? Cheers. Ja, dat is fucking Eric. Oké, mijn hart gaat om te keer. Ook zagen we deze TikToker nog lopen en gaven hem meteen een box. Deze gast had gewoon 26 miljoen op TikTok, dat is echt niet normaal. De eerste dag van VidCon zat er alweer op. En ons hotel zat naast VidCon, waar we al meteen heel veel geluk hadden. Ik hoor hier net dat in hetzelfde hotel als waar wij zijn, die op het dak wereldsterren zijn. Daar gaan we snel heen. Ik had al gehoord dat Brent Rivera er is en die is echt heel groot. Oké, we gaan nu heel snel naar boven. Brent Rivera heeft op Instagram en YouTube 22 miljoen volgers en op TikTok zelfs bijna 50 miljoen volgers. En ik zag hem staan, dus ik liep er meteen heen. Can I ask you a question? Can I give you a fist bump? Of course you can. Yes? Thanks a lot. There you go. Yeah, and you're welcome. This is my sister. Do you want to give her a fist bump too? Yeah, it's possible. Yes? Thank you. Ook stuurde Brent mij nog naar Ben. Dat is een vriend van hem met op alle platformen samen meer dan 35 miljoen volgers. Can I give you a fist bump? A what? A fist bump. Oh, yes. Yeah? Thank you. That's all. Thank you. We hebben nu meteen 3 man erbij. Op dit moment hebben we pas 9 man een box gegeven, maar die hebben in het totaal al wel 280 miljoen volgers. Vandaag is de dag dat we Mr. Beast gaan ontmoeten. We gaan hem hopelijk zien. Ik ben serieus gewoon best benieuwd. Bij de lezing zagen we hem gewoon zitten in levende lijven. De man waar ik al maanden naar op zoek ben, zat gewoon 10 meter van me af. Oh, hij gaat weg. Hij gaat weg. Oké, daar loopt hij. Hij gaat weg. En er was ook echt veel te veel beveiliging om hem heen. Alleen ik ga niet stoppen totdat ik een box heb gegeven. Echt, het moet gewoon lukken. Hier achter mij staat de kauwgombalmachine van Mr. Beast. En hier zou hij aan iemand zelfs een Tesla gaan weggeven. Terwijl wij hiervoor aan het wachten waren, zagen we ook weer Eric voorbij lopen die opname zat voor deze video. Daarna kwamen we op het idee als we met z'n allen Mr. Beast gaan roepen, hij misschien wel naar buiten kwam. En dat bleek nog te werken ook. Allee, zo gaan we hem weer geen box kunnen geven. Ook de vrienden van Mr. Beast moet ik proberen een box te geven. Maar dat is Nolan, dat is Nolan. Ik ga het gewoon proberen, ga het gewoon proberen. Nolan, can I get a fist bump from you? Only a fist. Thank you. And for you too? Thanks. Yes! Yeah. Maar Mr. Beast moet nog. Precies. Nadat hij zijn TikTok opgenomen had, liep hij meteen weg met heel veel beveiliging. Maar zoals ik al zei, ik stop niet voordat ik hem heb. Het moet gewoon gaan lukken. Hierachter staat Tubbo en hij is een Minecraft YouTuber. En hij heeft meer dan 3 miljoen abonnees. Hij was bijna klaar met zijn meet and greet, dus probeerden we zo dichtbij mogelijk te komen zonder dat de beveiligers ons weg zouden sturen. So, can I give you a fist bump? Thank you, thank you. Oké, het is gelukt, let's go. En daarmee was VidCon alweer afgelopen. We hebben hier wel gewoon 6 boxen kunnen krijgen. Maar we waren nog niet klaar in Amerika, want voor de volgende dag hebben we alweer andere plannen. We zijn hier in de duurste buurt van LA en hier wonen heel veel bekende mensen. We kunnen er zomaar eentje tegenkomen. Misschien woont hier wel Beyoncé. Of Justin Bieber. Of Ariana Grande. Of mijn moeder. Huh? Na een tijdje wachten hadden we niet echt het gevoel dat hier iemand zomaar over straat zou lopen. Dus hebben we maar een Uber gepakt naar de volgende locatie. We gaan nu richting een aantal restaurants waar volgens het internet best veel bekendheden kunnen komen. Als eerst gaan we wachten bij een restaurant genaamd Catch. En daar krijgen we meteen wat tips van een beveiliger. I would say guys, like Craig's down the street. But you're in LA, you'll find somebody. Okay. Someone's always around, man. Dit is het restaurant waar de beveiliger zei dat we heen moesten gaan. Ook zei de paparazzi dat de kans 50-50 is dat die wereldsterren komen. Dus de kans is nog best wel groot. En inderdaad, want op internet staat dat bij Craig's wel eens vaak
grote sterren zoals bijvoorbeeld Justin Bieber, The Kardashians en Katy Perry komen eten. Dus besloten we hier heel de avond te gaan wachten. Het is heel lastig omdat ik totaal geen idee heb wie er bekend is. Want ik herken natuurlijk niet iedereen. En na een paar uur is dat ook echt het probleem. Komen er mensen en dan blijken bij schools op. Ik heb geen idee wie het zijn. Who were they? Ja, dat was Lizzo. De vrouw die net langs me liep bleek dus Lizzo te zijn. Dat is een artiest met meer dan 34 miljoen luisteraars per maand op Spotify. Die had ik wel een box mogen geven, dus ik hoop dat ze snel uitkomt. En nu moeten we weer heel erg lang gaan wachten, waar we totaal veel zin in hebben. Ja, heel veel zin in. Dat viel ook wel weer mee, want het heeft meer dan 3 uur geduurd voordat ze weer terug naar buiten kwam. Maar nu is het dus eindelijk zover. Lizzo, can I give you a fist bump voor een YouTube video? Elbow bump. Nee, only a fist bump. Elbow bump. Oké, elbow. Only a fist bump. Please. Only a fist bump. Nope. Dit helpt niet, shit. That still counts. No, that doesn't count. It has to be this. Maar na deze grote tegenslag gebeurde er toch iets heel onverwachts. Er is echt heel raar gebeurd. Een medewerker van het restaurant heeft nou gewoon oprecht tegen ons gezegd dat hier achter Bruno Mars zit te eten. En die gaat dus via de achteruitgang naar buiten. Dit moeten we gaan proberen. Toen we in de steeg kwamen was de ene paparazzi man er ook al. Ik heb letterlijk net Bruno Mars gezien. Ik heb hem letterlijk net zien zitten. Holy shit, gast, ik sta helemaal te trillen. Na nog een uur wachten werd het steeds drukker met paparazzi en parkeerde een auto recht voor de deur. Maar dat betekent wel dat het eindelijk zo ver is. Hij zit in de auto. Oh, dit is echt onmogelijk. Hij bukt gewoon. Wat? Wat is dit? Is het niet gelukt? Dat ik een van de grootste artiesten ter wereld. Loopt hier voor mijn neus weg. Shit, dit was zo hectisch. Ik snapte er helemaal niks meer van. Vandaag gewoon 2 wereldsterren niet gelukt. Maar we geven niet op, we gaan door. Want de dag erna gingen we meteen op zoek en hadden we alweer geluk. We zijn hier op Venice Beach en het wordt steeds toevalliger. Er wordt hier waarschijnlijk ergens een film opgenomen waar Margot Robbie acteert. Ja, dat is echt een hele grote actrice. Die moet ik echt een box geven, kom op, kom. En toen stonden we letterlijk in één keer bij een filmset. Maar hier aan de voorkant was het iets te druk, dus probeerden we via de achterkant dichterbij te komen. Alles is hier echt veel te perfect geregeld, vooral tijdens die filmopnames. Via de achterkant zagen we letterlijk Will Ferrell staan. Een hele grote acteur die we zeker wel een box moeten geven. Maar we konden helaas niet de set oplopen. En er stond ook al een busje klaar voor als hij klaar was. Hij stapt dus de bus in en dan gaat weer weg. Op deze manier is het echt veel te lastig. Dus pakken we weer een Uber naar het restaurant Cracks, waar we gisteren ook al aan het wachten waren. En dit is de laatste dag in Los Angeles, dus het is alles of niets. Maar helaas was het een rustige avond. Tot we na 4 uur wachten ineens Hey Big Mike tegenkomen. Dude, I hope to God, instead of fist bump, he just punches me. I don't, yeah. Thanks. Oh, yeah, yeah, where I'm good. Where are you visiting from? I'm from the Netherlands. I was in Amsterdam last week. Sick. Did you like it? I loved it. I love it. It's beautiful. Welcome thanks. To LA, bro. Yeah, thanks. Okay, thanks. Dat was dus een vriend van Logan Paul en heeft op YouTube ook bijna 3 miljoen abonnees. En nu weer verder wachten. Na een paar uur wachten hebben we niemand meer gezien. En dat betekent dat dit het einde is van Amerika. We hebben oprecht best wel veel goede wereldsterren gezien, alleen nog niet genoeg. Dus gingen we eenmaal terug in Nederland weer proberen Tommy in het een box te geven. Tommy is een van de grootste Minecraft YouTubers ter wereld met meer dan 11 miljoen abonnees. Ik had gehoord dat hij vanuit dit hotel met een golfkartje naar Twitch kon gebracht zou worden. We hebben hem al 2 keer een box proberen te geven en 2 keer is het niet gelukt. Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat het kan gaan lukken. Na zoals altijd weer lang buiten te wachten, zagen we nog geen Tommy, maar wel Jeremy ineens naar buiten komen. Jeremy, denk je dat het gaat lukken? Ja, moet wel. We wisten dat dit waarschijnlijk de laatste kans is om hem in Nederland te vinden. En eindelijk, na 3 keer geprobeerd te hebben, zien we Tommy. Hallo. Tommy, can I give you a fist bump? Yes? Thank you. Het is gewoon gelukt, let's go. 3 keer geprobeerd, het is eindelijk gelukt. Een maand later kwam de Formule 1 naar Nederland, waar de bekendste coureurs van de wereld heen komen. Dus reden we hier al om 6 uur in de ochtend heen om ze op te wachten. De Formule 1 is hier maar 1 keer per jaar, dus dit is onze enige kans. Moet wel lukken toch? Iedere koffie zo uit. Nou, ik ben benieuwd. En hij blijkt gelijk te hebben, want een paar uur later komen hier een aantal coureurs in de auto langsrijden. Maar die stopten helaas niet. We gaan dus een bordje maken en hopelijk dat ze vanuit de auto kunnen lezen. Oké, okay, can I get a fist bump? Nou, hopen dat het hiermee gaat lukken. Ja. Nope. Ja. Nope. Dit ding werkt toch niet zo goed als dat gehoopt had. Maar het bleek dus dat een aantal coureurs altijd op de fiets gaan. Wat als? Can I get a fist bump? Yes. Thank you. We hebben tenminste 1 coureur een box kunnen geven. Let's go. We gingen meteen door naar een andere locatie waar coureurs zouden zijn. En precies nu we daar aankomen, fietst er iemand naar buiten. Vet ook om er net uitgelopen. Can I give you a fist bump? Thank you. Het is gelukt, let's go. We hebben hier gewoon 2 coureurs een box kunnen geven. En Vettel is 4 keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Dus dit waren zeker niet de minste. We hadden op internet gezien dat Bayern München open training geeft waar we bij kunnen zijn. En hiervoor zijn we 8 uur naar München gereden. Er spelen hier echt een hoop wereldsterren, dus ik hoop zo dat er eentje lukt. Toen we richting het veld liepen, komt er meteen een voetballer aanrijden. Okay, er kwam gewoon meteen van Thijs de Ligt aangereden. Ik vind het echt veel te vet. Terwijl wij er aan het wachten waren, bleven er maar spelers aankomen. Er zijn dus ook een aantal spelers die in Nederlands spreken. Dus die gaan ons sowieso wel makkelijker verstaan. Want ik kan geen Duits. We zijn jetzt bij het Bayern München Stadion. We gaan een vrije trainering schauen. Ik schaam me kapot.
Dat is Müller, dat is Müller. Oh, die wil ik zo graag een box geven. Helaas deden de spelers hun raampje niet open, dus gingen we snel naar het veld om meteen een goede plek te pakken. Vorige keer werkte deze niet zo heel goed. Hein? Dankjewel. En we hopen dat het hiermee net wat makkelijker gaat. En ineens komen daar alle spelers van Bayern München het veld opgelopen. Mijn hart gaat echt helemaal tekeer. Dat is echt niet normaal. Er zijn een aantal spelers die je handtekening aan het uitdelen zijn. Matthijs de Ligt komt gewoon steeds dichterbij. En we zijn niet helemaal naar München gereden om weer met lege handen naar huis te gaan. Dus nu moet ik het gaan doen. Matthijs, mag ik een box? Dankjewel. Het is gewoon gelukt om één Bayern-speler al een box te geven. Ik zie erachter ook Davies staan en die wil ik echt heel graag een box geven. Davies is een van de beste verdedigers van de wereld en heeft zelf ook zijn eigen YouTube-kanaal. Dus ik hoop dat hij een box wil geven. Can I get a fist bump? Thank you. Yes. Ik ben een vlak. Yes. Je kent die mensen natuurlijk allemaal van FIFA en TV en nu staan ze gewoon in het echt. We waren hier natuurlijk nog niet klaar, want ineens zien we Thomas Müller aan de andere kant van het veld staan. Oh, dit is echt zo vet. En dan loopt daar gewoon een speler die 2 keer de Champions League gewonnen heeft en wereldkampioen is geworden met Duitsland. Müller, can I get a fist bump? Thank you. Het is gewoon gelukt. Yes. Hij gaat er ook nu voor door. We zijn echt net op tijd. Zo zie je maar weer dat als je iets wilt, dat het oprecht gewoon kan. Hoe moeilijk het ook lijkt. Training afgelopen. Nu door. Verder hebben we veel meer geprobeerd, maar niet alles is gelukt. Bijvoorbeeld in Frankrijk reden de spelers van PSG voorbij. En in Amsterdam liep de grootste artiest ter wereld, Ed Sheeran, gewoon 1 meter langs mij. Oké, mensen, zitten ze in de trein onderweg naar Utrecht, want daar treedt Dean Lewis vanavond op. Dean heeft 100 miljoen streams op zijn nummers en staat zelfs 165ste van de wereld op Spotify. Oké, het plan van de aanpak is dus hem opwachten bij de artiest. Uitgang. Klinkt als een goed plan. Moet lukken. In Amerika rende Bruno Mars echt meteen de auto in, dus ik ben echt benieuwd hoe dat hier gaat zijn. Ik kan gewoon niet geloven dat een wereldartiest hier gewoon zomaar naar buiten komt lopen. Ja, lijkt me sterk. Ineens zagen we de artiest van het voorprogramma van Dean Lewis en hij heeft er vertrouwen in. If you wait outside his tour bus, he'll probably show up at some point. Helaas kregen we te horen dat zijn tourbus ondergrond staat waar we niet bij konden komen. Dus gaan we de dag erna naar zijn show in Amsterdam. Jongens, we hebben zijn tourbus al gevonden. Als hij hier dus echt in gaat stappen, dan gaan we hem op zijn minst kunnen zien. Oh, ik ben echt benieuwd. Inmiddels werd het steeds drukker met fans en kwam Dean Lewis oprecht naar buiten. Nu moet ik alleen nog door de menigte heen om hem een box te geven. Can I give you a fist bump? Oh, of course, man. Yeah, thank you. Thank you for coming, that's bro. It, yeah. Thank you. Bye. Yes, het is gelukt. Let's go. En nu weer verder. Toen we bij de voetbalwedstrijd waren in Frankrijk kwamen we een man tegen die de beveiliging deed bij het grootste DJ-event van de wereld. En werden we uitgenodigd om naar de opening te komen in Amsterdam. We zijn hier gewoon letterlijk backstage bij Amsterdam Dance Event in de arena. Ik heb geen idee hoe dit gelukt is. Holy shit. We mochten gewoon bij de kleedkamers rondlopen van de grootste DJ's van de wereld. En we komen er meteen eentje tegen. Dankjewel, hè. Thanks. Het is zo vet dat sowieso gewoon eens naast je staat in het echt. Na hier een paar uur rond te lopen en een aantal DJ's gezien te hebben, zagen we ineens de manager van Martin Garrix staan. Oké, Martin Garrix loopt er ook gewoon ergens rond. Hij heeft gewoon miljarden streams op zijn nummers en is 3 keer nummer 1 DJ geweest van de wereld. Die moet er gewoon een box geven. Alleen zijn wij niet de enige die hem willen zien. Hij is nu bijna klaar met optreden. En nu loopt hij gewoon vanaf het podium richting zijn kleedkamer. Na weer een uur wachten waren we bang dat hij niet meer naar buiten zou komen. Zou ik jou snel een box mogen geven? Tuurlijk. Yes? Dankjewel. Yo. Heel erg bedankt. Holy shit. Dat dit gelukt is echt niet normaal. Ik sta helemaal te trillen. Dat is echt ziek. Dat is echt een droom die uitkomt. Besef gewoon even dat we een jaar geleden blij waren om een YouTuber met 10.000 abonnees een box te geven. En nou rondlopen tussen mensen met echt miljoenen volgers. Dit is niet te beseffen. Ik heb dus gezien op een aantal stories dat David Dobrik bij een opening is van een winkel. Hiervoor moesten we eerst helemaal naar Antwerpen rijden. Maar met bijna 20 miljoen abonnees zou het echt perfect zijn als dit gaat lukken. Oh, ik wil hem echt zien. Dus gingen we snel naar de winkel waar David misschien heen zou komen. En vonden we meteen de auto die we wel eens in stories voorbij zagen komen. Dit is sowieso de auto. En dat blijkt ook nog eens te kloppen, want de auto ging weg en kwam na 10 minuten weer terug. Ja, hij is daar. Oh, shit, bro. Dat is hij gewoon. Oh my god. Ik moet het nu echt gaan vragen. Dit is nu of nooit. Can I give you a fist bump? Yeah, that's it. Yes? That's it. Thank you. No, 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 no. I'm giving 25 world stars a fist bump. 25? Yeah. Oh, yeah. What number am I? 23. Wait, you're almost done? Yeah. Well, yeah. Thank you for having me be 22. Yeah. Thanks a lot. Bye. Yes! Holy shit. Hij was ook echt aardig. Ik heb hem gewoon een box gegeven. We zijn al maanden bezig met deze video. We zijn nu bijna klaar en Mr. Beast moet ook nog lukken. Op dit moment moeten we nog 2 mensen een box geven. En kreeg ik ineens een foto doorgestuurd wat zou betekenen dat letterlijk Mr. Beast in Tilburg zou zijn. Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik heb nou dus een foto binnengekregen dat er 2 mensen in een sportschool op de foto staan met Mr. Beast. Hier echt een kwartier vandaan. Ik geloof hier echt geen reet van. Kunnen ook gewoon even snel langsrijden bij de sportschool. Want als het ineens wel waar blijkt te zijn. Hij is sowieso niet. Was deze meneer hier vandaag? Ja. Dus
Dus het bleek nog te kloppen ook. De jongen die op de foto staat met Mr. Beast hadden we nog wel gevonden. En die vertelde ons dat hij morgenochtend door naar Kaapstad vliegt. Dus we hebben niet veel tijd meer. Het is echt heel toevallig dit, hè. We gaan hem nog vinden vandaag. Voor de zekerheid gaan we vannacht maar gewoon na Schiphol slapen. Zodat we morgenochtend de meeste kans hebben. Maar toen kreeg ik midden in de nacht ineens te horen dat Mr. Beast gezien was in het centrum van Amsterdam. Ik had gehoord van onze informant dat Jimmy en Chris in deze club zijn. Dus ze zijn snel vanuit het hotel een Uber ingestapt en hierheen gereden. Dus als we hun een box kunnen geven, zijn we gewoon klaar. Kan eigenlijk niet. In Nederland. Op dit moment geloven we nog steeds niet dat de grootste YouTuber van de wereld in Nederland zou zijn. Maar toen zagen we toch ineens Chris naar buiten lopen. Dat is Chris, ouwe. Dat is Chris. Can I give you a fist bump for a YouTube video? Yes? Thank you very much. What's your name? Sam. You. Subscribe to Sam. We are going to give celebrities fist bump. We're gonna do celebrities and then you chose me, right? Yeah. You are. No. Well, it's nice to meet you, man. Thank you. Yes, sir. Bye. We hoeven er nu nog maar eentje en dan zijn we klaar. Holy shit. Maar dit betekent dus gewoon dat Mr. Beast elk moment naar buiten zou kunnen komen. Ik heb me nog nooit zo zenuwachtig gevoeld. Het is echt bizar. Daar is hij. Oh mijn god, gast. Oké. En hier geeft hij bijna de box. Dat was een beveiliging verpest. Maar gelukkig komt hij terug en wil hij mij een box geven. Fistbump. Yeah? Thank you. Alright. Yeah? Thank you. I see you. Yeah. We zijn klaar. We hebben hier Chris en Jimmy. Oh my god. Oh, kan maar janken, hè? Ja, ik had niet verwacht dat het ooit zou lukken. Like, abonneer. Tot volgende keer. Doei.